Hier aan de rand van de Oranjewijk gaan we een leuke jaren 30 woning bekijken. Met onder andere 3 slaapkamers, een buitenruimte en zonnepanelen. Straks meer. Maar eerst hier de locatie. Ja, de rand van de Oranjewijk dus. Mooi groenstrook. Daarachter heb je het park, de binnenstad en winkelcentrum Hanzewijk hier om de hoek. Top plekje dus. Wij gaan gauw de woning bekijken. Welkom in de Louise de Coligny single nummer 51. Zoals buiten gezegd is dit een fijne jaren 30 woning. En die gaan we nu in zich heel even bekijken en we beginnen boven. Zo, hier op de eerste verdieping vinden we 3 slaapkamers. Typisch jaren 30 zijn natuurlijk deze mooie paneeldeuren. Die zitten hierboven in ieder geval overal er nog in. Achter deze deur is trouwens nog een vaste kast. En om de hoek hebben we nog een vaste kast. En inmiddels zijn we in de slaapkamer aan de voorzijde van de woning. Dat is een mooie grote slaapkamer. Met daar nog een deur, maar dat is geen kast. Dit is namelijk de trap naar de tweede verdieping. Ja, hier zie je dus nog een flinke zolderverdieping, waar als je wilt nog prima een 4e slaapkamer te realiseren valt. Weer op de begane grond hier in de hal vind je nog een deur richting de kelder. Die laten we tijdens een bezichtiging even zien. Ja, maar wij gaan hier verder kijken in de woonkamer. Het is een hele gezellige woonkamer, ja, onder andere door de pelletkachel natuurlijk, maar ook door de indeling. En het heeft ook te maken met deze erker aan de voorkant. Geeft gezelligheid, maar ook veel licht en uitzicht. Ja, ik wees hem net al aan, deze pelletkachel. Hij is heel gezellig, maar hij is in dit geval ook nodig, want dit is de verwarming van de woning. Hiermee wordt hij dus nu verwarmd. Er is al een oplossing voor de toekomst, laat ik straks even zien. Maar nu heb je dus nog een heerlijk gezellig en behagelijke warmte van deze pelletkachel. Overigens, veel glas in dit huis. En grotendeels dubbelglas. In dit geval woonkamer, keuken en dergelijke, allemaal dubbelglas. Dus alleen boven één raam en de voordeur had nog enkel glas, dus de rest is dubbel. En dan hier de keuken. Die is mooi compleet. Hier hebben we een combi-magnetron, een koelkast, vaatwasser en daar een inductiekookplaat. En hierachter vind je het toilet, dat is een mooi ruim toilet. En hier vind je ook de cv-ketel. Die geeft nu alleen warm water voor de douche en de keuken, maar het is een combiketel. Dus als jij een cv-installatie in de rest van de woning wil aanleggen, dan is die ketel al geschikt. En die kan ook nog even mee, want die is net nieuw. Hierachter vind je de badkamer. Deze is voorzien van een wastafelmeubel. En de douchehoek. En wat ik zelf wel praktisch vind is deze deur. Het toilet zit namelijk hiervoor. Mocht je gasten hebben, hoef je die dus niet in je badkamer te zetten. En dan nu de tuin. Deze is gelegen op het noordoosten. Dus dat betekent 's morgens zon. En op een gegeven moment draait hij aan de voorkant weer weg. Een fijne buitenruimte, ja, in dit geval met de foyer, ja, die kun je wegdenken. Er liggen nu nog een heleboel pallets in, die zijn ter overname overigens. En daarachter vind je nog een bergruimte. Een heerlijke jaren 30 woning op een fijne locatie. Ik kan me voorstellen dat jij deze woning in het echt wil ervaren. Maak er gauw een afspraak met Jip Makelaars. Jip Makelaars. Een jong kantoor in de gemeente Kampen met een moderne werkwijze. Of je nou op zoek bent naar hulp bij het aankopen, verkopen of een taxatie, Rutger en Bas helpen jou graag.